Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Manchester United Career Mode. Vandaag hebben wij een paar wedstrijden, in deze aflevering bedoel ik. Als eerste hebben wij de wedstrijd tegen Everton die we gaan simuleren. Tegen Leeds gaan we simuleren. En we hebben de eerste wedstrijd in de laatste sessie van de Champions League tegen Sevilla. En tegen Sevilla moeten we gewoon winnen, we moeten gewoon een ronde verder komen. Verder hebben we ook nog een wedstrijd tegen Tottenham in de Carabao Cup. En het is de finale, dus die gaan we ook zeker weten spelen. En het zou heel erg mooi zijn als we nu al onze eerste beker kunnen binnenhalen. Verder ga ik nog de wedstrijd tegen Brentford simuleren in de FA Cup. En dan zit het er alweer op, dus 3 wedstrijden simuleren en 2 spelen. Maar ja, we hebben dus nu Everton thuis. Ik heb de opstelling al klaargezet. Dit is de opstelling. In de vorige aflevering hebben we dus heel wat spelers gekocht. Donny van der Beek is weggegaan en Andreas Pereira is weggegaan. En daarvoor hebben wij Rabiot gekocht voor, om Donny van der Beek te vervangen. En we hebben Grealish gekocht om Pereira te vervangen. Hij is 84 rated, gewoon een goede backup voor Fernandes. Maar dit is dus de opstelling waarmee we gaan spelen tegen Everton. En ja, het moet gewoon goed komen. Everton moeten we pakken. Ze staan iets van 10e. En wij zijn momenteel 5e. We zitten wel echt heel erg in de buurt van Arsenal die 4e staan. We winnen met 2. Zo, Rabiot. Zijn eerste wedstrijd. Hij maakt gewoon in zijn debuut 2 doelpunten. Dat is hartstikke mooi voor hem. Dus ja, daar ben ik wel blij voor dat hij dat doet in zijn debuut. Voor nu hebben wij dus een wedstrijd tegen Sevilla. En ja, zoals ik net al zei, ik verwacht dat we deze wedstrijd wel gaan winnen. Want ik wil ook gewoon heel graag een ronde verder. Ik wil dit seizoen gewoon echt proberen de Champions League te winnen. Want we hebben ook gewoon echt een hartstikke goed team. En het is zeker weten mogelijk. Als we de Champions League winnen, dan is dit ook gewoon het laatste seizoen dat we doen. Want daarna ga ik niet nog een seizoen doen. Want dan hebben we al eigenlijk het beste bereikt. Natuurlijk kunnen we dan nog wel proberen de Premier League te winnen. Maar ja, dat zal dan ga ik een heel seizoen doen om, voor de Premier League. Maar ja, stel als we de Champions League niet winnen, dan ga ik sowieso nog een derde seizoen doen. Dus het ligt gewoon allemaal in de Champions League. Maar ja, we hebben dus nu de wedstrijd tegen Sevilla. En dan ga ik heel even de opstelling klaarzetten. Oké, okay, dit is de opstelling waarmee we gaan spelen. Saúl en Pogba dus samen op het middenveld. Het is ook niet echt vaak gekomen. Maar ja, nu natuurlijk Van de Beek weg is, zal het veel vaker gaan voorkomen. Zal dit gewoon het vaste middenveld zijn. Op rechtsback heb ik Mazraoui gezet. Want Wan-Bissaka heeft dus een rode kaart en kan dus niet meedoen. Maar ja, voor nu gaan we de wedstrijd in tegen Sevilla. Ja, we spelen dus eerst uit en dan security daar. Oké, hier zijn we dus uit bij Sevilla. Sevilla is natuurlijk wel gewoon een goede ploeg, maar wij zijn veel beter. We hebben echt een heel goed team. En Sevilla, we spelen dus eerst uit. We moeten gewoon gelijk in de uitwedstrijd gaan winnen. We moeten gewoon gelijk proberen dat we met 0-2, of in ieder geval gewoon dat we sowieso 2-3 keer scoren. Dat we in ieder geval een goede voorsprong hebben en dat we gewoon lekker wat uitdoelpuntjes hebben meegepikt. En ja, misschien kunnen we het al beslissen in deze wedstrijd. Dat het gewoon heel lastig, dat we het heel lastig gaan maken om het voor hun nog terug te laten komen in de thuiswedstrijd. Ja, dat zou wel heel mooi zijn als het kan gaan lukken. Oké, okay, hier dan. Gelijke Rashford. Hij is echt hartstikke snel. Schiet maar, jongen. Oké, okay, ja, we staan al lekker 0-1 voor in de 6e minuut. Lekker, jongens. En dit was gewoon echt een hele lekkere aanval. Het was een hele goede pas van Bruno Fernandes. En ja, hij nam die bal gewoon goed aan en hij schiet hem erin. En ja, dan staan we 0-1 voor in de 6e minuut. We moeten gewoon dit even volhouden. Ja, we hebben natuurlijk pas net gespeeld, dus ik kan niet nu al bepalen of we echt veel beter zijn. Ja, dit was eigenlijk een beetje een soort van counter. Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven. Oké, hier is Pogba dan. Is hij sneller? Ja, die verdedigers die doen gewoon niks. Schiet maar. Oh, wat slecht dit, jongens. Wat een slecht schot. Ja, hij kon niet heel lang meer door. Die verdediger kwam wel een beetje in zijn buurt. En die zou hem dan misschien gaan tackelen of zo. Maar ja, dan zo'n schot is ook gewoon echt hartstikke slecht. Hier is Pogba weer. Wat neemt hij die bal toch lekker mee? En dan scoort hij weer. En dan staan we gewoon 0-2 voor. Deze bal nam die zo goed mee, jongens. We gaan nog even naar aan kijken, want dit was wel echt heel goed gedaan. Hier dus, Fernandes, Vinicius, kijk dan. Kijk hoe goed hij die bal meeneemt, hè. En ja, die verdediger die was toen gewoon weg. En dan hoeft hij alleen nog te schieten. En de keeper die kon hem zo niet houden. En dan staan we weer 0-2 voor in de 20ste minuut. Oké, hier Bruno Fernandes. En oh, wat zonde, hè. Die gaat gewoon alle twee de palen langs. Hij gaat gewoon eerst de paal, dan de andere paal. En dan gaat hij er gewoon uit. Wat jammer. United heeft de aanval weer geopend. Hier Pogba dan. Oh, weer op de paal. Jongens, we hebben nu echt zoveel goede kansen al gehad. We staan ook 2-0 voor. Maar dit is ook alweer echt de volgende grote kans. Die dus gewoon op de paal gaat. Ronnie Lops. Zo, wat een redding. United hier profiteren van die ruimte op de vleugel. Hij trekt naar binnen. Zo jongens, dit is toch niet normaal hoe hij langzaam schiet dan maar. Oh, dit is echt jammer. Maar jongens, zagen jullie dit dan? Hoe
Goed van deze daar langs komt. Hij kan zo lekker dribbelen. We zijn nu nog wel een aanval. Alleen zijn echt voor het verdedigen. Oh ja, dan wordt het wel afgefloten. Nou, we gaan in ieder geval dus rusten met een 0-2 voorsprong. En dat gaat gewoon echt hartstikke lekker. Oké, hier zijn we weer. Rashford is er weer langskomen. Schiet nu maar en wordt het een doelpunt. Ja hoor, het staat 0-3 voor ons. En als we zo door blijven gaan, gaat de 4-0 ook nog wel vallen. En kan Sevilla gewoon net zo goed opgeven. Die turn gaan ze ook echt niet kunnen goed maken, denk ik hoor. Gaat ze echt niet lukken als wij zo spelen als hoe we nu spelen. En als... Ja, die kwaliteit van Sevilla is echt niet super goed of zo. Dus ja, het gaat gewoon hartstikke lekker. Oké, hier goede paas. Grealish, kan hij ook nog even scoren? Hij is net ingebracht. Ja, tuurlijk, hij kan scoren. En dan staan we gewoon 0-4 voor in de 79ste minuut. En ik zal nu zeker weten van die comments krijgen van welk niveau speel je. Is het niet te makkelijk? Maar ik speel wereldklasse met sliders. Dus ja, voor mij is het best wel goed nu. Want de ene set win ik gewoon gemakkelijk. Maar dat ligt aan het team. En sommige mensen die gaan zijn gewoon hartstikke lastig. Of verliezen we zelfs. Maar ja, hoe heet het? Sevilla is echt niet super goed of zo. Ja, wij hebben gewoon een heel goed team. En voordat we daarom ook gewoon 4-0 voor staan. Oké, we zitten dus in de 90ste minuut. We hebben 3 minuten extra tijd en we staan met 4-0 voor deze. Dus dat ging hartstikke goed. We hebben hartstikke goed gespeeld. En ja, Sevilla was niet super goed. Hier nog een aanval. Zo, Grealish, wat neem je dat toch lekker mee? Dit is gewoon niet te geloven. We staan gewoon 0-5 voor, hè? In de uitwedstrijd tegen Sevilla. Ja, Sevilla kan de volgende ronde echt vergeten. Want dit gaan ze echt nooit van hun leven meer goed maken. Dat betekent dat ze in de volgende wedstrijd 5 keer moeten scoren uit bij ons. En wij spelen gewoon thuis. En dan moet hij 5 keer scoren. Ja, dat gaat gewoon never nooit gebeuren. Dus we staan gewoon echt met 1,5 been al in de volgende finale, kan ik wel zeggen. Misschien wel met 2 benen. Ik kan misschien wel zeggen dat we gewoon al in de hoe heet dat? Kwartfinale staan. Ik zei net finale per ongeluk. Nou, ik bedoel natuurlijk kwartfinale. We staan dus 0-5 voor. 2 keer Grealish. Ik had hem dus in de 80ste minuut of zo ingebracht. 75ste minuut. En gelijk alweer 2 doelpunten. En ja, dat is zo'n hartstikke mooi debuut. Rabiot had ook al 2 doelpunten in zijn debuut. En ja, het gewoon echt 2 hele goede spelers dus gekocht. Die een hele goede indruk maken. Maar ja, 0-5 gewonnen. En we hebben echt gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld. En een heerlijke eerste wedstrijd in de laatste 16. Oké, we zijn weer terug en voor nu hebben wij de wedstrijd tegen Leeds. En Leeds moeten we ook sowieso gaan weten te pakken. Ik zie wel dat er een speler geschorst is, dus ik ga heel even kijken wie. En een aanbieding bondscoach van IJsland, die gaan we afwijzen. En hier van Noorwegen ook, gaan we ook afwijzen. Even kijken hoor. Schorsingje, oké, Wan-Bissaka kan weer meedoen. En Bruno Fernandes mag de volgende wedstrijd niet meedoen, want hij heeft te veel gele kaarten. Nou, gelukkig hebben we al 5-0 gewonnen, dus... Ja, dan kan ik gewoon niet met anders laten spelen. Voor nu hebben we dus tegen Leeds. En daarna, even kijken wat we daarna hebben. Oh, dan hebben we een week rust en dan Tottenham. Maar ja, dan ga ik even een opstelling klaarzetten met gewoon de spelers die het meest fit zijn. Oké, dit is de opstelling waarmee we gaan spelen. Ik heb Greenwood bijvoorbeeld in de basis en Daniel James. Dus hier gaan we dan wel spelen uit. Maar ik verwacht gewoon dat we gaan winnen. Want Leeds is natuurlijk niet heel goed. Ze hebben 3 keer op een rij alweer verloren. Dus ja, even kijken wat dat gaat worden. Wordt 0-2 ook weer lekker, Saúl en Fernandes met de doelpunten. En dan hebben we over een weekje de wedstrijd tegen Tottenham. De finale van de Carabao Cup. We gaan eerst wel even trainen. Even kijken wie ik allemaal zal doen. Ik denk dat ik voor trainingssessie 2 ga. Ja, ik ga voor trainingssessie 2. We hebben echt vooral heel veel jonge spelers die echt al super hoog gerated zijn. En de andere jonge spelers, die hebben we eigenlijk niet heel veel. En sommige spelers hebben gewoon niet meer zoveel potentie. Ja, we zitten natuurlijk ook in seizoen 2, dus dan heb je dat wat meer. Even kijken hoor, ik maak me zorgen dat ik al die speculaties van me heb gelezen. Nou, ik geef je een kans. De licht is gewoon een cruciale basisspeler. Ik weet niet waarom hij met zo'n berichtje komt. En Wan-Bissaka is weer geschorst. Jongen, kan hij zich een beetje inhouden? Hij zit alleen maar de kaarten te verzamelen. Nou, dan moeten we... Ik weet niet of in de FA Cup of in de Carabao Cup wel met hem kunnen spelen, maar ik denk het wel. Dus... Ja, dan zien we dat zo meteen wel even. Voor nu, we gaan dus even verder simuleren. We spelen waarschijnlijk in Wembley. Dus we spelen niet uit of tijd, maar gewoon op Wembley. En dat is altijd wel een leuk stadion. Daar worden meestal die eindwedstrijden in de bekers en zo gespeeld. Oké, dit is de opstelling waarmee we gaan spelen. Dezelfde opstelling als tegen Sevilla. En weer dus Mazraoui op rechtsachter. Want Wan-Bissaka is weer geschorst. Hij is echt agressief aan het spelen. Pakt alleen maar gele kaarten en rode kaarten. Maar ja, we gaan dan nu de wedstrijd in tegen Tottenham. En ja, ik hoop gewoon dat ik echt die Carabao Cup kan gaan winnen. Oké, hier zijn we dan de finale van de Carabao Cup. We spelen dus op het Wembley Stadium. We spelen niet uit of thuis.
Ja, we spelen wel eens thuis nu en Tottenham in hun uiten nu, want zo stond het nou eenmaal. Maar ja, ik hoop echt dat we kunnen gaan winnen en ik verwacht het eigenlijk wel. Tottenham staat wel derde, zijn best wel gewoon goed bezig, goed seizoen draaien tot nu toe. Maar ja, wij zijn ook lekker bezig, we vaden dus even een tijdje een beetje uit vorm. Maar we zijn nu weer echt goed Ben je bezig en lang gewoon weer echt uit in van vorm. vorm? We winnen ook En niet voor nu niets is het toch 5-0. eindelijk Maar zover. ja, we Mondial zitten hier pas kampioen dus net op de helft van het en seizoen en staat als we dan nu al een beker kunnen pakken, zou dat echt heel erg mooi zijn. en collega kom. Een Hier schot dan, van zo, wat een Mondial kans. Maar de kampioen keeper met een en dat prachtige is redding. zijn Hier hadden we zevende gewoon al in de 5 minuten voor kunnen komen. Mondial. Nu gevaarlijk worden. Oh, hier komt Tottenham en we staan 0-1 achter. Nee joh, wat is dit dan voor de aanval en doelpuntje? Oké, dit is wel verpalen. Maar we gelukkig zitten nog in het begin van de wedstrijd en is er niet super van de hand. Maar dit is niet wat ik had verwacht. Hier gaan we even zien. De Pogba die een beetje opzij wordt geduwd. En daardoor heeft Tottenham dus de bal. Harry Kane stond niet buitenspel. Al stond hij daar dus wel helemaal vrij. En gewoon vlak voor de doelman. Maar ja, 1-0 achter. En we moeten binnen die 80 minuten die we nog hebben, moeten we het gewoon goed gaan kunnen maken. United heeft de aanval weer geopend. Net al Marcus. Ja, en nu scoren. Oké, we gaan dus bijna de rust in en ja, we zijn echt zoveel beter aan het spelen. We hebben bijna alleen maar balbezit. Hier wordt dan de bal wel veroverd, maar we hebben zoveel aanvallen al gehad. En ja, Tottenham heeft van deze heel veel balbezit. Ze hebben alleen het doelpuntje gemaakt in die eerste 10 minuten. Maar voor de rest ook eigenlijk geen aanvallen. En wij zijn echt constant aan aanvallen, druk zetten en met het balbezit. Dus als we zo door blijven gaan, dan moeten we wel die gelijkmaker weten te scoren. Pogba dan hier. Oké, Pogba hier dan. Dit moet dan worden. Lekker jongens. Eindelijk, hè. In de 56e minuut. We zijn echt vanaf de 10e minuut al zijn we gewoon beter aan het spelen dan Tottenham. We hebben veel meer aanvallen zoals ik net ook al zei. Tottenham is bijna niet te zien op het veld met hun acties en zo. Bijna geen aanvallen gehad. En dan hier eindelijk het doelpunt. En het is sowieso verdiend. Echt zwaar verdiend dit. En ja, we moeten zo door blijven gaan. Dan zie ik die 2-1 ook sowieso nog wel vallen. Tottenham Hotspur, William Carvalho. Bergwijn aan de zijkant van het. Wat is dit dan, jongens? Jongen, 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 wat een aanval, wat een doelpunt. De Ligt kon die bal gewoon eens wegkoppen. Dele Alli is gewoon beter in die actie daar. En die wint gewoon dat soort van kopduel, want hij kan hem dus wel koppen. En ja, De Ligt niet. En dit is best wel balen. We stonden dus net weer gelijk en dan komen hier hun dus hier weer op een aanval. Echt, ze hebben echt amper aanvallen gehad, maar hier zijn ze dus wel weer. En ja, De Ligt die wist dus niet dat schot te blokkeren en wist ook niet voor Dele Alli te staan. Dele Alli gaat zelfs gewoon voor hem staan. Oké, hier zijn wij dan op de counter. Sancho hier rijdt hartstikke snel. Wat kunnen we doen? We moeten hier gewoon echt uitscoren. Oké, hier dan naar Pogba. Schiet maar. Oh, lekker. Wat zit hij toch goed in, hé. En dan staan we weer 2-2. In de 82e minuut. Waarschijnlijk gaan we de verlenging in. Of we moeten binnen 8 minuten weer scoren. Maar ja, wat één ding moeten we niet krijgen. Dat is een tegendoelpunt. Want als we nu een tegendoelpunt krijgen, moeten we heel snel weer scoren. En dat wordt hartstikke lastig. Maar ja, gelukkig zijn we weer goed teruggekomen. Het is niet zonder te worden gewisseld. Tevredenheid al natuurlijk over zijn twee doelpunten, maar nogal. Nee, die kan wel even geen doelpunt doen. En de bal niet meer aan de voeten. Oké, hier is Rashford. Hij komt hier goed door, schiet maar. Oh, en de keeper met een hele goede redding. Hier hadden we gewoon in een van de allerlaatste minuten voor kunnen komen. We hebben een corner. Even kijken hoor. Oké, hij neemt hem heel hoog. Misschien dan dit. Even kijken, wat kunnen we ermee doen. De Ligt, hij kan net niet schieten, maar we hebben nog steeds de bal hier in de aanval. Zit in de extra tijd. Oké, dit dan. Hard laag voor het doel. Schiet dan nu. En weer de verdediger. Zo jongens, wat hebben we weer even wat lijpe aanval en schoten gehad in de allerlaatste minuut. De bal wordt nu weggeschoten en ja, hier is dan Tottenham. We onderscheppen hem. En dan is ze afgefloten en dan gaan we de verlenging in van de finale. Dus ja, hopelijk gaan we het in de verlenging kunnen beslissen, want anders moeten we penalties gaan nemen. En dat is altijd zo zenuwslopend. Oké, mensen, blijkbaar hebben we geen verlenging, maar gaan we gewoon gelijk de penalties in. Dat is heel erg raar. Maar ja, ik heb het zo gezet, hopelijk gaan we winnen. En ja, ik wil natuurlijk echt winnen. Wij nemen de eerste penalty. Dus even kijken hoe we hem gaan nemen. We moeten natuurlijk goed een hoek in krijgen. Dus rechtsboven.
En die gaat erin. Oké, lekker. We hebben tenminste één keer gescoord. Nu moeten we die van hun stoppen. Oké, ik denk linksboven. Oh, lekker jongens. We stoppen hem. Linksonder dan. En die gaat er ook gewoon in. De keeper gaat de verkeerde kant op. En nu staan we 2-0 voor. Als we deze ook weten te stoppen. Hij gaat nu rechts schieten. Lekker jongens. Ik kan het echt goed zien. Oké, deze hoek dan nu. En die gaat er ook gewoon in. We staan gewoon 3-0 voor. Ja, dit gaan we winnen jongens. Als we deze houden, dan zijn we gewoon... We hebben hem gewonnen. En we... Oh, hij gaat erin. Laat maar. Ik dacht even dat we hem hadden, maar hij gaat er alsnog in. Dan moeten we deze scoren. Dat bij jou, jij kan dit, jongen. Oké, dit is een goede plek. Oh, hij wordt tegengehouden. Waarom duurt het zo lang? Oké, rechts weer. En dan gaat hij de andere kant op. Waarom duurt het zo lang om te beslissen, jongens? Oké, deze moet erin. Grealish, jij kan dit toch? Rechtsonder. Ja, lekker jongens. We hebben gewoon Carabao kunnen binnen. En het moest met penalties. Maar we hebben hem gewoon binnen. Dit is hartstikke lekker. Ja, we waren in deze wedstrijd denk ik wel beter dan Tottenham. Hun hebben wel gewoon twee goede doelpunten gemaakt. Op ja, gewoon twee goede avonden. Maar wij waren eigenlijk wel gewoon beter. En we hebben dit zeker weten verdiend. En die penalty shout-out hebben we dan ook heel lekker gedaan. En dan hebben we alweer de eerste prijs binnen van het seizoen. Terwijl we echt gewoon net over de helft zijn. We zitten ook nog, zijn nog steeds in de race voor de FA Cup. Dus die kunnen we ook nog winnen. En we hebben dus natuurlijk de Premier League. Dat wel heel lastig gaat worden. Eerste, dat gaan we denk ik niet worden. Maar top 4 gaan we sowieso halen voor de Champions League volgend seizoen. En in de Champions League hebben we natuurlijk ook nog... We gaan sowieso door naar de volgende ronde. Want we hebben Sevilla 5-0 verslagen. En ja, we hebben dus echt heel veel kansen nog om nog meer bekers te gaan winnen. Maar... Nu gaat alle aandacht uit naar de winnaars van deze zinderende finale. Want je moet het toch maar doen op zo'n beslissend moment. Wanneer de druk het hoogst is. Ja, ze hebben het geflikt. Ze hebben die kopjes koel gehouden. En dan schrijven ze geschiedenis. Oké, hier zijn we dan weer. We hebben dus die beker gewonnen. En dan ga ik even kijken wat we nog gaan doen. Ik denk dat ik deze wedstrijd ook nog even simuleer. Ja, we hebben dus de wedstrijd gespeeld, 2 gesimuleerd. Ja, ik ga deze ook nog even bij simuleren. Dat hebben we zo gedaan. Dan ga ik nu even verder simuleren naar die dag. De opstelling klaarzetten. En dat zie ik jullie zo. Oké, hier zien we de opstelling. Ik heb Henderson op doel gezet. Toen was Zeep in de basis. Fred basis. Williams. Daniel James Greenwood. En ja, gewoon nog wat anders zoals Fred en zo. Maar ja, dan gaan we simuleren. We spelen wel uit. Maar deze wedstrijd moeten wij gewoon winnen. We moeten gewoon doorgaan. In de FA Cup. En ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ze hebben dus verloren van Watford met 0-2. En wij winnen met 1-4. Dat is heel lekker. Saul met een doelpuntje. 2 keer Daniel James en Greenwood. Ja, en dan zijn we weer door naar de volgende ronde in de FA Cup. En dan hebben we dus ook nog zeker weten kans om die te gaan winnen. We hebben 4 berichten gekregen. Van in ieder geval eentje van Fernandes. Hij is blij dus. Fernandes zegt, ik ben blij met mijn speeltijd. Nou, ik ben trots op je. En even kijken wat nog meer wedstrijd verplaatst. En prijs gaat doen. Nou, heel erg weinig. 416.000. Maar ja, dit was alweer deze video. We hebben dus wel echt lekker wat wedstrijden gespeeld. En we hebben dus ook echt heel veel gewonnen. Van mij alleen maar gewonnen. Sevilla dus 5-0 gewonnen. In de volgende aflevering gaan we de return spelen. En ja, echt 99,9% zeker dat we doorgaan. Dan hebben we de Carabao Cup hebben we gewonnen. Dus we speelden gelijk. Hebben we uiteindelijk met penalties gewonnen. Dat is ook gewoon heel lekker. Maar ja, als jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren en dat belletje aan te zetten. Want als jullie dat belletje aanzetten, krijgen jullie een melding wanneer ik een nieuwe video upload. En jullie krijgen dan bijvoorbeeld een melding als ik live ga. Maar ja, dan zie ik jullie weer bij de volgende video.